Ja. Welkom bij de Daily Business Boost live show. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Oh ja hoor, dames en heren, het is weer zover. Mijn favoriete dag van de week begint gewoon met mijn favoriete persoon aan de overkant van de microfoon. Dames en heren, mag ik applaus voor niemand anders dan Rianne. She's in the room. Yeah, fantastisch dat je er bent, lieve Rianne. En geweldig, alle livekijkers, alle podcastluisteraars. We hebben zoveel berichten van jullie gekregen. We zijn zo enthousiast geworden, want vorige week was de allereerste keer dat we dit samen deden. Nou, ik kan het meteen gewoon een mega succes noemen. Als het nou al in communities, met de mensen, met de impact. Al in mijn relatie met Rianne is dit natuurlijk een geweldige succes. Iedereen komt binnen. Goedemorgen Saskia, goedemorgen Rianneke. Yeah, Ingeborg, goedemorgen. Wat geweldig om jullie hier te zien. We gaan knallen, dames en heren. Ik hoop dat je weet waar je voor komt. Want vandaag gaan we het hebben over zakelijk succes vanuit Tart. Dus bereid je voor dat we heel veel gaan knallen met jullie. Maar voordat ik ga beginnen, voordat ik Rianne gelegenheid geef om me haar shining, haar geweldige energie te gaan verschijnen. Laat ik meteen beginnen met iedereen te bedanken. Want we zijn officieel over de 12.000 downloads. Zijn 12.099. Dat is echt 12099. Hij is niet naar 13.000 gegaan. Downloads, dus het is een kwestie van een paar minuutjes. Dan is het echt allemaal. We gaan over de downloads heen. Dus dankjewel iedereen. Dankjewel Ingeborg. Dankjewel Rita. Goed dat je er bent. Barbara, Hendrik en Suzanne. Nou, Rianne zie je. Het is een volle bak. Ik heb er ontzettend veel zin in. En laat ik meteen een vraag stellen aan Rianne, voordat je iets gaat zeggen. Wat is jou, let op. En dit is niet ingestudeerd, jongens. Zij weet niet wat er komt. Let op. De quote van de dag. Wat is je quote van de dag? Oké, die weet ik. Kom maar. Dat is namelijk, die heb ik vanmorgen. Oh, ik hoop dat die nog goed ligt. Nee, nou ja, ik wilde dus eigenlijk de inspiratie die ik vanmorgen. Ik heb hem al weggedaan. Maar mag ik hem willekeurig kiezen? Zeker. Kies maar. Oké, ik heb er twee. De eerste is mijn absolute, live quote. En dat is: the world needs dreamers, the world needs doers, but above all, the world needs dreamers who do. Ja. En dan ga ik er nog één trekken. Ja, mag. Oké, komt-ie. Willekeurig. The quieter you become, the more you are able to hear. Aha, one of my favorites. The quieter you become, the what? The quieter you become, you... The more you are able to hear. En maar dat is zo'n waarheid, want je wijsheid zit altijd in stilte. Dan komen je antwoorden. Ach, prachtig. Wat geweldig. En volgens mij... Kan nog een tegeltje, hè? Heerlijk. Aan het eind van de sessie doen we het nog een keertje. Want ik zie dat er iemand jarig is. Volgens mij moeten we voor iemand gaan zingen, lieve Rianne. Ben je een beetje goed in je zanglijf? Hendrik, je bent jarig, dus lang zal die leven. Oh, nou laat je mij alleen zingen. In de gloria. In de gloria. Hippe de piep. Hoera. We hebben wat vertraging. Hippe de piep. Hoera. Hoera. Hippe de piep. Hoera. Van harte gefeliciteerd. Geweldig. En Rianneke zegt, wat past die enorm bij jou? Om wat je vertelde donderdagavond, Rianne. Zegt Rianneke. Ja. Wat heb je donderdagavond verteld? Wat zijn jullie achter mijn rug om aan het doen, jongen? Waar ik niks van af weet. Echt, jongen. Wat moet ik mijn spionnen, mijn afluisterapparatuur beter in orde maken? Wat is er gebeurd donderdagavond? Vertel. Ja, we zijn er gewoon tussendoor geglipt, hè? Gewoon. Ach, tussen al jouw spionageapparatuur. Dang. Nee, donderdagavond, ik heb deze maand, geef ik iedere donderdagavond een private room. Dat heeft niks met Clubhouse te maken. Maar iedereen, heel veel, wat ik heel veel op social media natuurlijk zie, zijn de grote webinars.
waarin je in grote groepen, en ik denk ik wil dat helemaal anders doen. Dus ik ben private rooms gaan organiseren voor max 8 mensen om echt mee in gesprek te gaan. Wat mooi. Eigenlijk een Zoom sessie, maar dan via Google Teams volgens mij. En met elkaar in gesprek gaan over ondernemen en de law of attraction. En een van de dingen die daarin naar voren kwam is hoe belangrijk het is om tot rust te komen, om in je voor je onderneming de juiste keuzes te maken. En wat betekent dat dan, de juiste keuze voor onderneming? Nou kijk, als jij de hele dag aanstaat en in actiestand staat, dan ben je altijd, sta je zeg maar altijd aan. Wat tegenwoordig best wel hip is. Ja, ik sta altijd aan. Maar altijd aanstaan betekent je intuïtie overstemmen. En dat is doodzonde, want dat is je namelijk je innerlijke kompas. En die vertelt je altijd de waarheid. En eigenlijk is het een manier om uit je hoofd te gaan en terug naar je hart te gaan en gewoon je innerlijke stem te gaan horen. En dat klinkt nu heel kazig en heel zweverig en dat is het helemaal niet. Maar het is eigenlijk de tijd die je jezelf gunt om weer tot jezelf te komen en in alle rust de beste keuzes te maken. Want ik denk dat we allemaal herkennen dat we in de vaart der volkeren constant keuzes maken en dat je soms, misschien pas na 5 jaar, maar dat je denkt, hoe de fuck ben ik hier terechtgekomen? En dat is zo zonde, want time is your most valuable thing eigenlijk. You can always have more time, more money, you won't always have time. Weet je, maar tijd kun je nooit meer terugkrijgen en kun je ook niet vermenigvuldigen, wat je met geld wel kan doen. En dus dat is een hele, hele, hele essentiële. Oh, wat mooi. Je straalt helemaal. Ik vind dit zo cool. Ja. Als je eenmaal gewoon op je praatstoel gaat zitten, dan zie ik gewoon al die stralingen. Ik weet of mensen dat je thuis herkennen. Maar bij mij komt in één keer, dan voel ik jou zo'n, niet Jomanda is heel verkeerd voor, maar gewoon zo'n magier, zo'n heerlijke, zo'n dreamchaser die dan gewoon alle huizen binnenkomt. Ik krijg helemaal kippenvel. Dankjewel, Rianne. Het is echt graag gedaan. Ja, definitely. En je ziet dat ik krijg dat antwoord juist nadat jij, Aramiek, mij die dag had gevraagd of ik misschien minder moest proberen. Nice, 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 nice. Weet je, guys, synchroniciteit bestaat, stilte bestaat. Even je kompas gaan gebruiken. En volgens mij gaan we het zo meteen daarover hebben. Maar voordat ik, want er zijn heel veel mensen mij echt helemaal gaan spammen. We gingen vandaag ook winnaars bekendmaken, volgens mij, toch? Ik werd helemaal overspoeld. Ik ben omgekocht van alles nog wat gebeurt. Dus wat wil je doen? Wil je meteen de winnaars bekendmaken? Of wil je ze lekker laten wachten tot aan het eind? Wat is je voorkeur? Wat vind je leuk? Ja, we doen dat aan het eind. Ja, we doen lekker, lekker, lekker. Even kijken. Chantal zegt, Nissan Denetta zei dat altijd zo mooi. You can always have more money, but you can never, never, never have more time. Dames en heren, zorg. So absolutely, absolutely. Time is precious. So, let's use our time. Laten we dat mooi investeren. Wat gaan we vandaag doen, lieve Rianne? Want we hebben het iedere dinsdag vanaf nu gaan we het hebben over zakelijk succes vanuit het hart. We hebben vorige week een soort van een kick-off gedaan, gezellig gepraat, gevuurwild van oké, wat vinden wij zakelijk succes van het hart? Hoe hebben we dat op die manier gedaan? En jouw voorstel was zometeen, hoe gaan we dat aanpakken? Ik vind het zo leuk als je dit soort suggesties doet. Ja, Annick, want jij zei net synchroniteit, hè? En dat wij dit nu samen doen. Ja, ik vind het zo'n eer. En ik ga op maandagavond naar bed met zo'n glimlach, omdat ik de volgende dag dit mag doen. Maar oprecht. Dus als je het dan hebt over zakelijk succes vanuit je hart. We gaan dit natuurlijk, het is al een succes, maar we gaan dit een mega succes maken. En hier gaat nog veel meer uit voortkomen. Maar dat vanuit het hart. En toen dacht ik me gisteravond ook van, ja, ik vind het zo te gek met Aramiek en die synchroniteit en dat we elkaar tegen zijn gekomen, noem maar op. Maar ik weet eigenlijk nog helemaal niet zo heel veel van jou. We weten dat we een bepaalde energie hebben waarin wij met z'n tweeën echt als een soort surfers, zeg maar, lekker op die golf. Maar kun je mij eens vertellen, want het leek mij leuk om nou eens vandaag te hebben over het behalen van je eerste grote succes. Waar kom jij vandaan en hoe ben je gekomen tot waar je nu bent? Waar kom ik vandaan? Bedoel je dat vanuit persoonlijk level, zakelijk level, waar ik vandaan kom? Zakelijk, zeg zakelijk, maar. Waar ben je mee begonnen? Yes. Wat is je achtergrond? Hoe ben je? Nou, ik heb even snel en vast. Eigenlijk moet ik wachten even kijken of ik die heb hier. Ja, let's see. De flashback on the way. Nou. De flashback. Nou ja, ik ben tot mijn 15e, voor mensen die het nog niet kennen. Ik ben tot mijn 15e in Iran gewoond. Dus we zijn op mijn 15e naar Nederland gevlucht.
We zijn Armeniërs uit Iran, een fundamentalistisch land, heel, heel lastig, heel veel discriminatie. Nou, eigenlijk bijna waar van, af en toe in Nederland denk ik, oh, dit lijkt zo op Iran. Dus alle vrijheden zijn weg, alles wordt gecontroleerd. Eén groot staatstelevisie, één groot staatsshow. Nou, daar, dankzij mijn ouders zijn we gevlucht op 8 april 1995. Dus ik heb het basisonderwijs hier niet meegekregen. Ik heb basisonderwijs in Iran meegekregen, wat echt, ik denk wel 20 niveaus hoger ligt dan in Nederland. Dus op 25 kwam ik hier in Nederland terecht. We hebben in Leiden gewoond, wat is het, 6 maanden. Daarna Borger. Nou, en met gewoond bedoel ik in een asielzoekerscentrum gezeten. Dat je weet wat het is. En na een jaar zijn we in Uithoren terechtgekomen. Thank God. Daar konden we gewoon blijven. Als in, dat was niet een tijdelijke opvang. Maar dat was gewoon een opvang wat je dan of het land uitgestuurd werd. Zeg maar in het slechtste geval. Of uitzicht had soort van op verblijf. Maar dat kan niemand je garantie geven. Zeker niet in jaren 95, 96. We hebben door een mega stroom van vluchtelingen, asielzoekers. Het land was echt gewoon een hele slechte sfeer wat dat betreft. En het eerste wat mensen tegen mij zeiden. Dat herinner ik nog heel goed. De derde dag dat we in Nederland waren. Zijn we naar achterneefjes van mijn ouders geweest. Die zeiden meteen tegen mij, ja, Aramiek, één advies aan jou. Ik zeg, nou, vertel. Ik vraag altijd mensen advies. Ze zaten al 10 jaar in Nederland. Weet je, ik vraag altijd mensen, je zit er 10 jaar, wat moet ik doen, wat moet ik laten? Onthoud, Nederlandse taal is heel moeilijk. Als je het over 10 jaar soort van beheerst tot de helft, dat is 1. Tweede, ga nooit met Nederlanders om. Dat zijn rare mensen. I don't know wat het advies was. En ten derde, steek nooit je hoofd boven het maaiveld, jongen. Dus ze zijn zo racistisch hier. En ik met al mijn wijsheid. Weet je, zo'n advies zie ik echt van als een soort van advies wat ik zelf ga ervaren hoe het is. Nou, al deze 3 dingen zijn gewoon niet uitgekomen. Alle 3. Ik zit al meer dan 26 jaar in Nederland. Inmiddels, al deze 3 adviezen zijn gewoon op gebakken lucht gebaseerd. Want binnen een half jaar sprak ik al Nederlands. Binnen een jaar ben ik al naar Nederlands school gegaan. En ik heb nog nooit mijn racistisch bejegend gevoeld. Ja, dat mensen mij niet mogen om vanwege mij, mijn karakter of hoe ik in elkaar steek. Ja, I get it. Dat begrijp ik heel goed. Maar al die dingen, snap je? Dus ik heb vanaf het begin altijd mijn eigen ervaring, mijn eigen voordeel van de twijfel aan iedereen gegeven, aan mezelf ook. You know, whatever happens, happens. Dat is 1. Dus toen ik naar Nederland school ging, toevallig had ik gisteren, ik had van de week, heb je mijn interview met Martine gezien? Martine Howard? Een van haar vriendinnen kregen we connectie met Liliana. In één keer zegt, hey Aramiek, verdomd. Wat doe jij daar, wat leuk. Ze zat naast me. Ze was de eerste naast wie ik zat op het Alkwin College. Dus ineens krijg ik connectie met iemand die mijn begin heeft meegekregen in Nederland. Dat was echt ontzettend leuk. Maar dan ga ik je vertellen, vanaf het moment dat ik in Nederland mijn voet heb gezet en eigenlijk die intentie had gezegd, ik word hier mega succesvol. Punt. Er is geen no doubt. I don't know. Als ze asielzoekers het land uitsturen, als er allemaal dingen zijn, I don't give a peep about it. Ik ga de taal leren en ik word succesvol. Dat was mijn intentie. Altijd. Dat heb ik altijd volgehouden. En vervolgens natuurlijk gaat het universum je uitdagen. Want vervolgens, omdat de sfeer hier echt heel slecht was, we dreigden echt het land uitgezet te worden. Mijn ouders waren echt helemaal in stress. Echt heel veel onzekerheid, heel veel pijn, heel veel angst, kan ik je vertellen. En in een kamer van 3x3, zeg maar de helft van het kantoor waar ik nu zit, zaten we met z'n vieren. Dat is echt heel heftig. Dus op een gegeven moment kwam een soort van zo'n uitnodiging. Je kon naar Frankfurt, naar Duitsland. En je kon een immigratieaanvraag doen om naar Amerika te gaan immigreren. Nou, alle opties op dat moment wegen gewoon af. We hebben afgewogen, oké, als we in Nederland niet mogen, gaan we daar naartoe. Nu komt het, dit is zo mooi en dat is meteen basis van waar ik naartoe wil gaan. Is normaal gesproken, zeg maar, wordt een gezin, het hoofd van het gezin, zeg maar, mijn vader en moeder zouden geïnterviewd worden. Ik was al 16, dus ik was eigenlijk als derde wil meegaan, maar ik ben niet voorbereid op interview. Mijn ouders zijn 3 dagen met een van hun relaties aan op interviews gaan oefenen. Hoe moet je dan zeggen? Wat moet je zeggen? Want je weet niet wat ze gaan vragen. Je gaat bij ambassade, dat is zo grappig. En ik zweer het je, 5 minuten waren we daar en diegene die ons, zeg maar, interviewde, die keek mijn ouders aan, die heeft gewoon gesteld, oké, wie zijn jullie, om te bevestigen. En echt, mijn ouders zaten, zeg maar, precies tegenover hem en ik zat, zeg maar, in de hoek gewoon, in de ruimte, dat weet ik nog heel goed. En hij draait zich om, zo, met zijn bureaustoel en hij heeft mij 1,5 uur gewoon zitten praten met mij. Mijn ouders heeft hij geen enkele vraag gesteld.
hand op mijn hart. Hij heeft geen enkele vraag aan mijn ouders gesteld. Enige wat hij heeft gedaan, heeft hij met mij een gesprek aangaan. Niet streng of niet vervelend. Of snap je, het is niet. Hij was me niet aan het interrogeren. Hij was me niet aan het verhoren. Maar hij was echt benieuwd. Wat doe je nou allemaal? Nou, in die tijd zat ik op voetbal bij Legmin volgens. In die tijd zat ik op het Alkwin College. Ik zat in het Alkwin orkest. Van het Alkwin zat ik. In het Alkwin koor. Ik zag het bij de Kapers Popcorn. Rianneke zit daar. Ik was dus sociaal. Was ik gewoon aan het bloeien. En hij moest continu lachen. Echt. Aan het eind van dat interview. Het dossier stond open. En na 5 minuten had hij al dicht gedaan. Naast zich neergelegd. Mijn vader zei later. Of dit is het ontzettend goed teken. Dat we gewoon erheen gaan. Of dit was het gewoon. Na 5 minuten wist die gast al. Die jongen moet ik gunnen. Dat hij waar die zijn basis aan het opbouwen is. Vanuit zijn hart. Vanuit zijn zijn. En daar is mijn zakelijk succes mee begonnen. Dus het moment dat ik besefte, zakelijk en persoonlijk succes is hetzelfde. Het moment dat ik besefte, dat was het moment in Frankfurt, in Duitsland. Volgens mij is toevallig mijn vader hier online. Dat was voor mij, oké, dus het wordt mij gegund. Synchroniciteit, universum zei, je blijft in Nederland. Je gaat succesvol worden. En no way dat je het land uit wordt gestuurd. Dus dat is als basis te noemen. Daarna, I work my ass off. Dus ik maar Aramiek, om jou heel even te onderbreken. Zit daar niet dan al dus eigenlijk een kern in dat ik geloof heel erg in je al succesvol opstellen voordat je succesvol bent. Dus wat jij deed is al Nederlands burger zijn voordat het voor je uitgesproken was. En daarmee trok jij natuurlijk naar het universum toe dat je het gewoon al was. Je was het al, no doubt about it. Weet je, is dat dan ook al voor jou dat je achteraf denkt van ja, daarmee heb ik het eigenlijk gewoon gemanifesteerd? 1000%. 1000%, absoluut. Ik weigerde, ook al was de situatie echt heel, dat was echt benard, het was echt vervelend, het was echt heel heftig. Met alle onzekerheden, emoties, verdriet, angst, onzekerheden. Ik wist, ik ben een Nederlander, ik blijf in Nederland, no matter what they do or say. En zo heb ik me gedragen. Dus ik ben naar Nederlands school gegaan, against all odds. Ik ben naar Nederlands voetbalclubs gegaan, koor gegaan. Ik ben overal naartoe gegaan, echt. Om te laten, niet te bewijzen, oh zie mij hier, nee, maar oh echt laten zien, hey, het is Aramiek jongens, ik kom jullie joy brengen. Ik kom hier met jullie meedoen, ik kom hier echt het land opbouwen. En wist jij ook al wat je zakelijk wilde gaan doen dan? Nee. Zal ik je wat vertellen? Eigenlijk wilde ik vanaf het begin gewoon leraar worden. Heel eerlijk. Ik vond kinderen fantastisch. Activiteiten begeleiden. Maar eigenlijk ben je dat toch ook? Nu? Ja, nu. Ja, eindelijk. Maar dan heb je met verwachtingen van buitenaf te maken. Je hebt met allerlei dingen te maken. Van je moet je breed oriënteren. Je moet dit gaan doen. Je moet dat gaan doen. Dus die hele molen is daarna gaan draaien. Ik ben communicatie gaan studeren. Na negen jaar niet afgestudeerd. Vanwege van alles en nog wat. En toen ben ik eigenlijk al in horeca geland. Toen ben ik eigenlijk in de afwas begonnen. Ik heb meer dan 3 jaar als af was er voor 1 gulden per uur heb ik gewerkt. Keihard gewerkt, maar weet je, ik vond het leukste wat er was. Ik wist, er komt een dag dat de eigenaar naar mij toe gaat komen, die ze gaat zeggen, jongen, je bent geschikt om achter de bar te staan. Ik wist dat. Maar ik heb wel 3 jaar lang keihard gewerkt voor 1 gulden. En die dag kwam, natuurlijk. De dag kwam ook dat ze me vroeg om een bedrijfsleider te worden. De dag kwam dat iemand anders mij vroeg, wil je floor manager bij Amsterdam Arena worden? De dag kwam ook dat iemand anders vroeg, wil je als event manager bij Open Circle worden? De dag, snap je? Dus al die dingen, het is niet alleen het vooruitzien, intentie zetten, maar I work, weet je, ik heb er naartoe gewerkt. Ik wist altijd, de kracht van die manifestatie wist ik altijd. Maar wel dus alles vanuit vertrouwen, Aramiek. 1000%. Hoe hou jij dat vertrouwen? Ja, het is iets goddelijks. Het is iets wat ik zeker weet. Dat is gewoon, het verlangen is zo groot dat er geen ruimte is voor angst. Mijn verlangen, ik heb afgelopen zaterdag weer in het boek van Think and Grow Rich gelezen. Verlangen, mijn verlangen naar succes, naar geluk, naar gezondheid, naar nog meer mensen bereiken, naar nog meer leuke dingen doen, naar nog meer met leuke mensen werken, is zo mega, mega groot dat er geen enkele plaats is voor onzekerheid of angst. Ik ram er zo doorheen. Ik zie ook nergens een hiërarchisch iets. Ik zie nooit trappen richting iets. Ik ga altijd dwars doorheen. Denk je dat je achtergrond daarmee te maken heeft? Want wij zijn natuurlijk, kijk, als je gewoon hier in Nederland geboren wordt in een, zeg maar, in een modaal gezin, dan is er als kind, heb je natuurlijk wel af en toe een soort van brandend verlangen, maar dan is het om een bepaald stuk speelgoed of iets. Maar in de basis is er is in de basis over het algemeen geen angst. Je hebt een bed boven je hoofd, een dak boven je hoofd, noem maar op. Dus soms is het wel eens moeilijk, merk ik, in de westerse wereld om een absoluut brandend verlangen te voelen, omdat wij zonder lichtheid
wordt pas echt lichtheid als je de duisternis kent. En als je opgegroeid bent met dan altijd een zekere mate van lichtheid, en je hebt de duisternis niet echt leren kennen, is het dan niet moeilijker? Of zeg maar, is het daarmee voor jou makkelijker door de enorme bagage die jij hebt om dat brandende verlangen dan te voelen? Of hoe kijk jij daar tegenaan? In het beginfase, in de beginselen, in de basis, absoluut met je eens. Daarom verlangen we nu zoveel naar vrijheden die ons zijn afgepakt, zeg maar. De sauna's, de horeca's. Voor het eerst in 25 jaar zie ik Nederlanders. Nederlands klinkt echt alsof wij en jij, zo bedoel ik niet, maar de buitenwereld die niet gewend is om geen vrijheid te hebben, zie ik ineens smachten naar het woord vrijheid. Voor mij, vrijheid was het enige wat voor ons gezin, voor mijn vader, voor mijn moeder, belangrijkste kernwaarde was dat we vrijheid misten in Iran. Dus het moment dat we in Nederland waren, al die vrijheden was gewoon een paradijs. Snap je? En in Nederland was dat gewoon niet zo. Op school niet. Mensen konden gewoon leraren verrot schelden. Ik heb zulke dingen. Ik heb met zulke ogen zitten kijken hoe die in de klas met de leraar omging. Verschrikkelijk, jongen. Mij. Ik bedoel, als je in Iran leraar alleen maar in zijn ogen aankijkt, krijgen klappen ongeveer. Als je al iets verkeerd. Er is geen discussie met de leraar. Het is gewoon al weten. Het is zo'n instituut. Dus hier pas nu in de afgelopen jaar zijn we bekend geworden met het begrip vrijheid, wat het echt inhoudt. Wat het juist dus niet is. Wat we al die tijd hebben gehad. Dus ja, in beginselen absoluut heeft voor mij enorm verlangen drive gehad om te doen. Maar dat zeg ik. Maar met mij waren ook duizenden andere jongeren in hetzelfde schuitje. En ze hebben niet gedaan wat ik heb gedaan. Dus nee. In de basic, absoluut. Dat heb ik jarenlang gedacht. Van, oh, het was omdat het zo was dat ik dat zo deed. Nee. Mijn verlangen had niks met de situatie te maken. Ik verlang gewoon. Ik ben geobsedeerd om andere mensen beter te maken. Vrolijker te maken. Te laten lachen. Die entertainen. Een goed gevoel te geven. Hun hart te lucht. Weet je, al die dingen is een mega, mega verlangen. Dat heeft niks met geld, status, image of wat dan ook te maken. En ik ben zelfs met Herbalife, ben ik meer dan 3 jaar, 4 jaar, ben ik echt health coach geweest. Ik heb op grote podia gestaan. We hebben in L.A. samen met Chantal hebben we op het podium gestaan. We werden uitgenodigd daar. We zijn naar de, dus ik heb er alles aan gedaan, en alle facetten in mij om te ontdekken, waar pas ik nou? Wat is nou de juiste pasvorm die bij mij past? En ik kan je één ding zeggen, ik zei het laatst tegen iemand. Het enige wat ik weet, op dit moment, mijn taak, mijn verplichting is om alles te doen. Het maximale uithalen van de dingen die ik nu heb. Dat kan zijn een licht, studio, microfoon. Want ik weet niet waar ik volgend jaar ben. Ik wist bij Herbalife, toen ik op het podium staat, wist ik, dit is tijdelijk. Ik wist, ik ga hier het maximale uithalen, want dit is niet voor eeuwig. Snap je? Dat is bij mij altijd zo. Ik weet, het zijn allemaal fases. Toen ik danste, toen ik voetbalde, toen ik coachte, toen ik zong bij de Kabels, ik wist, als ik nu deze kans niet zou pakken, dan gaat zo voorbij. En dat is wat te veel ondernemers en mensen doen. Dat zie ik in de afgelopen 25 jaar. Ze herkennen de kansen niet. Ze zien het niet als een kans. En ze focussen op vooral wat er niet is. It has to be perfect. Nou, en angst, hè? Mega. Heel veel angst. Ik zeg ook heel vaak, if not now, then when. Heel veel mensen die me dan benaderen, waar je heel veel gesprekken mee hebt. En die zeggen, ja, ik wil eigenlijk wel jouw fly training. Maar, en dan is het nog wel dit en is het dat. Maar ik haak dan al af. Omdat ik denk, het is niet aan mij om mensen te moeten gaan overtuigen van het belang van je dromen waarmaken. Dat moet echt in jezelf zitten. Dat is een brandend verlangen of niet. En het heeft geen zin dat ik daaraan ga lopen trekken. En als mensen er zo in zitten, weet ik dat ze daar over een jaar nog steeds zo in zitten. Over 10 jaar misschien zelfs. Ja. En de vraag is altijd, zijn die mensen bereid om er alles aan te doen? Ik ben meer dan 10 jaar bij Open Circus bijvoorbeeld betrokken geweest. Vrijwillig werk gedaan. Er zijn weinig mensen die voor 80 uur, 90 uur vrijwillig werk willen doen. Er zijn weinig mensen die iedere zomer, dat heb ik 4 zomers gedaan, bij Kamp Agnes, kinderen willen begeleiden voor niks. Er zijn weinig mensen die zijn bereid om het werk te doen wat nodig is ervoor om te komen. Mensen willen het meteen fixed price, fixed hebben en op dat moment willen ze dat als een pakket binnenkrijgen. Maar zo is geluk niet geboren. Zo is beloning, zo is universum niet. Universum beloont de meest consistente, diegene met puurste intentie en diegene die de work the ass off for it. Snap je? En dat is. Hey, en geloof jij ook dat als je het dan hebt over successen, dat vind ik wel best wel een ding waar ik wel tegenaan loop, is dat ik me steeds meer begin te realiseren en ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, is dat als je een brandend verlangen hebt, een echt brandend verlangen, dat eigenlijk altijd een verlangen is voor the higher good of all.
En als dat zo is, dat dan het universum helpt. En daarmee bedoel ik niet dat je alleen maar charity, goede doelen, zo bedoel ik het niet. Maar dat je iets doet wat uiteindelijk andere mensen gaat helpen. Zoals wat jij doet, hè? Dat je mensen coacht, ook wat ik doe. En natuurlijk, daar vraag je je prijs voor en dat mag. Je mag daar gewoon commercieel in zijn en je mag. Want anders neem je jezelf als ondernemer niet serieus. En dan wil je ook niet energie. De beste kwaliteit leveren. Maar geld is energie. If they don't pay, they don't pay attention. Maar denk jij dus ook dat het universum, dus dat je beloond wordt op het moment dat je snapt dat je purpose for the higher good of all is? Absoluut. Ik geloof niet in business doen voor geld. Ik geloof niet in werken voor geld. Als daar geen bijdrage aan een verbetering van het kwaliteitsleven van de wereld is, als daar niet een purpose-driven, betekenisvolle, zingeving-achtige missie en visie achterhangt, dan is alles mooie praatjes, mooie copywriting, mooie afgelikte, hoe heet dat, fotograaf, al dat soort dingen. Ik zie dat heel vaak voorbij komen. Maar als er geen ziel achter zit, als daar niet echt een purpose van de persoon zelf, ik heb het niet over de organisatie, ik heb het diegene die aan het roer zit, als die niet met zijn ziel en zaligheid dat ook gratis zou doen, dat ook dag en nacht zou doen, dus met zijn purpose, passion, potential, dat is mijn model. Het begint altijd met het fundament purpose, passion, potential, aan de onderkant kant van de onderneming. En de meeste ondernemers beginnen eens met een product, of propositie, of met promotie, of met performance. Maar dan zeg ik, oké, maar wat is je grafreden? Als jij dood zou gaan, wat is je legacy? Wat laat je hier achter? De meeste ondernemers hebben geen idee. Worden geconfronteerd met hun grootste angsten, verlangen, die ze moeten om gaan draaien om te kijken van, hey, wat is daar nou echt? En dat is heftig, heftig om te voelen. Nou, ik heb een zelf ontwikkelde methode bedacht. Of, nou ja, methode is het niet, maar ik heb hem ook in mijn boek geschreven. Wat is de methode? Die ga ik even delen. Dat is de HHH-methode. En ik zie in mijn omgeving dat bijna iedereen, en dat heb ik zelf ook te lang gedaan, de HHH-methode gebruiken in plaats van de HHH. En wat is het dan? De HHH is, je wil iets hebben, je gaat handelen, en je hart hobbelt er achteraan. Terwijl als je begint met, wat zit er in mijn hart? Wat wil ik echt? Wat is dat brandend verlangen? Wat is die purpose? En je gaat daarvan uit handelen, dan komt dat hebben vanzelf. En die volgorde is zo rete belangrijk, dat ik heb daar ook een hoofdstuk in mijn boek aan gewijd. Waar is je boek? Waar is je boek? Laat je boek zien. Ja, ik ga hem meteen even pakken. Ja. Dat is zo stom. Die ben ik geef dat maar niet. Dames en heren, live. Niks is ingestudeerd. Ik heb net geroddeld over je, Rian. Wat heb je? Ik heb net geroddeld over je, dan weet je dat. Oh ja, heel goed. Nou, mijn diepste geheim die ik net aan je met je... Ja, oké, okay, heel goed. Nee, super gênant, maar top. Dit is mijn boek. En dat staat dus gewoon echt helemaal vol met opdrachten, foto's. Noem het allemaal maar op. Nou, toevallig hier, foto van ons huis, oh, het zwembad. Beautiful. Hier, Secret Dinner. Dat is trouwens wel heel leuk, deze. Cool. Een van de dingen die ik organiseer op Ibiza georganiseerd heb. Maar in dit boek staat dus ook die HHH-methode uitgelegd. Maar het is heel simpel. Begin met je hart. Ga vervolgens handelen vanuit je hart. En dan komt het hebben. Maar dat is grappig, hè? Dat is grappig, hè? Er zit tussen hart en het krijgen zit een H van handelen. Handelen betekent fucking do the job. Do whatever it takes. Die is zo essentieel. Dit is zo. En de meeste mensen blijven in de H. Denken ze, oh, ik ga visualiseren, ik ga afvinden, ik ga primen. En het universum gaat me geven. Guys, wakey wakey. Hey, Aramiek, want Helen zegt nu, het is soms best wel een hele journey om bij dat brandende verlanger te komen. Hoe werkt dat voor jou? Werkt met dagelijkse training. Ik train me dagelijks in het uitspreken van mijn verlangen, in het schrijven van mijn doelen, in het uitspreken bij mensen om daar continu... Mijn kompas werkt op dagelijkse basis. En op wekelijks basis, op zondag, check ik of het klopt. Dus dagelijks train ik me echt door middel van affirmatie, meditatie, visualisatie, taken doornemen, doelen opschrijven. En dan aan het eind van de week, op zondag, ga ik checken, oké, ben ik on purpose? Voor mij is een prachtig mooie quote van die Sundays, happiness is living on purpose. Voor mij bestaat het grote geluk in vooral zijn op het pad wat ik geboren ben om te doen.
Dus dan het is, ik begrijp wel wat Helen zegt, is dat het soms ook niet altijd makkelijk is om te weten wat nou je brandende verlangen is. Kijk, als jij, op het moment dat je klein bent, altijd al hebt geweten dat je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, brandweerman wilde worden, en dat is nog steeds zo. Ik denk wel eens, dat zou echt wel heel fijn zijn, want dat maakt het leven wel een stuk makkelijker. En in mijn flytraining ga ik daar ook helemaal op in, want hoe kom je er nou achter wat het is wat je ten diepste wil? Want heel vaak zijn we geconditioneerd. Als je ouders allebei uit het onderwijs komen, kan het zijn dat je denkt dat je ook heel graag het onderwijs in wil. En dat geloof je dan ook echt. Maar in je onderbewustzijn kunnen hele andere wensen zitten. Die je als klein kind misschien al weggeduwd hebt. Omdat er vanuit huis gezegd werd, nee, toneel op, theater. Nee, daar valt geen droog brood in te verdienen. Dat ga jij echt niet doen. Ik zeg maar wat. Dus hoe doe je dat dan? Want ja, ik behandel natuurlijk ook in mijn training. Maar ben wel benieuwd hoe jij dat dan doet. Hoe zorg je ervoor dat je altijd weet dat dat brandende verlangen ook een authentiek verlangen is? En hoe kom je erachter wat dat dan is? Dat zijn hele mooie vragen achter elkaar. Nou, wat ik denk dat het voor mij ontzettend goed werkt. Ik ben heel erg een beelddenker, dus dat helpt. Visualiseren, dus bij mij is het heel erg fijn. Stilte nemen, stilte in acht nemen. Dus als het kan, ergens tussen het werken door visualiseer hier gewoon met mijn voet op het bureau zitten. En dan Michael Pilarczyk of welke meditatie ding dan opzetten. Meestal is Michael bij mij werkt ontzettend goed om even tijd te nemen. Dus bij mij werken de stiltes, pas op de plaats maken, werken ontzettend goed. En daarnaast vergis je niet. En mensen denken altijd als je eenmaal je purpose of je verlangen hebt, dat het in één keer blijft of zo. Het is net als dat je toppersporter zegt, ja, je kunt heel hard rennen. Dus weet je, als je het eenmaal kan, stop met trainen. Dus ik geloof heilig in je mind. Je emotie, je spirits, dus al die vier lichamen trainen. Trainen als in, klinkt bij trainen, denk ik dat hard werken. Nee, echt trainen als in bewustwording verhogen. En daar ben ik de hele dag mee bezig. Bewustwording bij mij, vanuit mijn hart, maar bewustwording van mijn audience, van mijn community, van mensen. Het feit dat wij zo'n prachtige match met elkaar zijn, is voor mij het bewijs. You know? Het feit dat we het hierover hebben, het feit dat we daar tijd voor vrijmaken. Al de referentiekaden daarmee te verhogen, dus de bewustzijns, kritische massa verhogen in mijn wereld, in jouw wereld, in de wereld met wie we te maken hebben. Namelijk al die prachtige mooie mensen, Helen, Marianne, Rianneke, Rita, Chantal, Ingeborg, al die mensen die hier zijn, dat creëert bij mij al vanzelf dat gevoel, dat flow, dat sfeer thuiskomen van oké, this is what's all about. Dus mijn intentie is iedere dag mijn mooiste leven te leiden door te creëren van ik zelf iedere dag wakker wil gaan worden. En dat is dat is een vak apart. Nou, dat zijn wel twee dingen waar ik even op resoneerde. Ten eerste, daarom heet mijn bedrijf ook Dream Chaser. Ik krijg wel eens het verwijt, ja, dromen jagen. Je wilt toch dromen waarmaken? Maar het mooie is juist precies wat jij net zei. En dan neem ik even dat voorbeeld weer van die topsporter. Op het moment dat jij de snelste bent op de 500 meter, daar ben je op het moment dat je al weet dat je zo goed en zo fit bent en in staat bent om die op een wedstrijd zo te lopen. Een echte topsporter denkt daar niet daarna, nou dan is het klaar. Nee, dan is er daarna weer wat je wil. En dat hoeft niet eens in die sport te zijn, maar wel misschien om je dan te denken, ik ga spreken. Ik ga spreken over topsportmentaliteit binnen bedrijfsleven. Ik zeg maar wat. Daarom vind ik dromen jagen zo belangrijk. Als je daarmee begint, is dat altijd een ongoing proces. Yes. En ik wil de mensen hier iets heel, wat ik ook in mijn flight training ook behandel. Even checken, Rianne. Jij ziet dat mensen resoneren met jou, want ik zit al hun dingen hieronder te zetten. Dat je ziet dat Helen, Rianneke, just check ik, om jou een voorbeeld te geven, dat heel veel mensen echt daadwerkelijk met jou aan het resoneren zijn. Meer dat ik je bewust Nou, maak. Wat tof. Dat is echt, hier, kijk maar. Iedereen is gewoon fantastisch met jou aan het meepraat. Just that, want ik zie dat je in flow bent, maar ik ben de highlights eronder aan het zetten, zodat je bewust bent. Er zijn heel veel mensen die met ons, met jou, met wat je aan het vertellen bent, aan het kijken. Just a check voor jou. Nou, top. Wat voor mij, wat een hele grote kracht is voor mij, dat durf ik ook te zeggen, waar je goed in bent. Laten we in godsnaam elkaar allemaal nou eens gaan supporten om te zeggen waar je badass goed in bent. Waar ik goed in ben, is dingen concretiseren. En als het dan gaat over, wat is nou je brandend verlangen? Hoe kom ik daar? Wat wil ik nou eigenlijk? Wat is mijn zakelijke droom? Yes. Dan je eerste stap is om eens na te denken over waar je... Je weet altijd al wel waar jij gelukkig van wordt. Word je gelukkig van mensen om je heen? Of word je gelukkig van in rust, in stilte met jezelf zijn? Word je gelukkig van cijfers of word je gelukkig van sferen? Dat zijn al dingen die je allemaal al op papier kan zetten. Ho, ho, ho. En wil je terug nog een keertje langzamer vertellen?
Want het is echt heel waardevol. Stap 1. Nou, stap 1 is, wat mensen heel vaak doen is als ze nadenken over wat is nou mijn brandend verlangen, hoe ziet mijn zakelijke droom daar nou uit, dan denken ze dat ze meteen een heel omschreven, in 3 zinnen moeten hebben, kant en klaar, dit is wat ik wil, zoveel moet ik omzetten. Nou, dus dat, wat doet dat? Dat blokkeert als gek. Bovendien ga je vergelijken met anderen die dat wel kunnen en je raakt nog verder af. Om te beginnen, en ik geloof zo in kleine stapjes, is voor jezelf eens na te gaan waar jij heel gelukkig van wordt. Waar word je heel blij van? Is dat als jij je omringt met mensen? Of word je gelukkig van in je eentje zijn? Word je gelukkig van cijfers? Of word je gelukkig van sferen, van omgevingen? Word je gelukkig van reizen? Of vind je het juist heel fijn om gewoon lekker in je eigen huis te zijn en niet te veel eruit te hoeven? Dat zijn allemaal al elementen die bijdragen en inzicht geven, een eerste inzicht geven in waar jouw verlangen zit. En vervolgens is het ook een hele dik tip, vind ik, om zoek op Google gewoon eens op kernwaarden. Dan krijg je een enorme lijst. Ga daar voor jezelf eens jouw 5 belangrijkste kernwaarden uithalen. Want als bijvoorbeeld, als jij meteen resoneert, wat voor mij dus kernwaarde nummer 1 is, is vrijheid. Op het moment dat ik voor mezelf bedacht heb dat ik een groot bedrijf wil en ik wil, ik noem maar wat, en ik heb al gedacht, oh, daar dan dat kantoorpand, daar staat de huur, dan zou ik eigenlijk dat in dat kantoorpand, bla bla bla. En dan voel ik mezelf echt een hele held, omdat ik al zo aan het visualiseren ben en zo. Vervolgens kom je erachter dat jouw kernwaarde vrijheid is, dan is een groot bedrijf mensen aansturen, dat je actief aanwezig moet zijn op dat kantoor, daarmee komt jouw vrijheid in het geding. Dus ga uitzoeken wat jouw kernwaarden zijn. Ga die lijst eens doorkijken en ga kijken welke dat zijn. Weet je, dat zijn al 2 stappen die jou al 60 stappen dichter bij jouw brandende verlangen brengen. En dat doe ik in mijn training ook. Ik maak het heel erg concreet. Want wat ik bij heel veel mensen tegenkom, is al die dingen van, ja, dan moet je het loslaten. Of dan moet je, dan denk ik, ja, what the fuck, hoe dan? En dat zijn eigenlijk al die lessen, al die blunders, al die failures, maar ook die successen die mij dat soort inzichten hebben gegeven, die ik dus ook deel in mijn trainingen. Wauw. Ik weet niet of je al die dingen eronder hier ziet. Hele mooie eye-opener, Rianne. Dat je ook gelukkig mag zijn met rust en vrijheid. Vooral moet kijken naar je eigen verlangen. Je hoeft niet aan alles mee te doen en te doen wat anderen doen. Dank alsjeblieft niet alles doen wat anderen doen. Word je gek. Als Clubhouse niet voor jou bestemd is, doe dat niet. Als je livestream niet goed voor je is, doe dat niet. Ga vanuit van je sterkte. En Marianne zegt vrijheid, absoluut. En mijn lieve Facebook-user, ik zie je naam hier niet. Dus vandaar dat hij staat Facebook-user. Just that you know. Je moet even ergens op klikken dat je toestemming geeft. Want dan kan ik echt. En laat me weten wie je bent, want ik vind mooie inzichten. Even checken in de chat, wat vinden jullie hiervan trouwens? Want dit is opeens een behoorlijk heftig interview met mij en daarna inzichten van Rianne. En we zijn, weet je, wat ik heel mooi vind, Rianne, mag ik iets vertellen? Mag ik iets waarheidsgetrouw vertellen tegen de... Heel graag, ik luister zo graag naar jou. Ik word hier zo blij van. Ik word hier van deze... Van dit gesprek, van alles wat in onze relatie aan stand komen is, word ik zo blij van. Dit is een einde. Dit is wat ik bedoel, dus met vooruitzien. Dus echt gewoon dit zie ik als een mega opstand naar mega iets groots. Dat is no doubt about it. Echt no doubt about it. En ik ben je zo dankbaar dat je al deze wijsheid, dat je al je deze kennis vind ik tot zover, maar je ervaringen, weet je, met ons wil delen. En op deze manier, ik voel me echt de hele tijd gloeid en ik krijg overal kippenvel. Het is echt, mag ik als je daarvoor bedanken, want I appreciate it. Ik waardeer dit enorm, omdat ik weet hoe picky je bent, omdat ik weet hoe kieskeurig je bent, omdat ik weet wie je bent. Ik voel je echt tot in je hart en ziel. Ik vind het zo waardevol dat je dit met mij, met onze community, met ons wil delen. Want dit is lovely. Dus ga gewoon door. Dat was alleen even een kleine tussendoor intermezzo dankbaarheid. Maar dat meen ik echt uit de grond van mijn hart, Janne. Want dit vind ik heel fijn. Jeetje. Echt, nou, wat mooi. Dankjewel. Maar wat ook echt zo is, dit is my bloody purpose. Want dat brandende verlangen waar jij het over had. Ik heb dit te doen. Ik heb dit gewoon... Ja, ik heb dit heb ik verdomme gewoon te doen. Weet je, ik heb dit gewoon te delen. En dat is gewoon vorig jaar echt zo duidelijk geworden met sowieso het begin van het schrijven met dit boek. En alles wat erin staat. En ik weet gewoon dat er zo... ik heb iets te doen en ik weet dat ik een inspirator ben. En ik heb wat ik te doen heb, is te zorgen dat er zoveel mogelijk dreamchasers komen. Want jij had het net over de huidige tijdperk waarin we leven. En eigenlijk een tijdperk wat geregeerd wordt door angst.
En dat is de ergste ziekmaker en dat is de ergste rem op geluk, op ontwikkeling, op bloei. En wat er dus in dit tijdperk gebeurt, is dat als je aangesproken wordt op angst, dan gaat jouw ego, jouw reptiele brein, gaat als een dolle aan de gang. En die gaat jou klein houden. En wat wij gewoon mogen gaan doen, is uit onze comfortzone gaan groeien. Grotere successen halen dan je ooit gedacht hebt. En dat kan als je omringt met mededromenjagers. Armin, jij bent voor mij een enorme mededromenjager. En ik merk dat jij bent ook de lucht onder mijn vleugels. Dat zijn wij voor elkaar. En wij kunnen tot grotere hoogte vliegen dan we ooit gedacht hebben, omdat we dat samen doen. En dat is precies waarom ik Dream Chasers Lab begonnen ben. Een wereld waarin je elkaar support gunt. Een wereld waarin je elkaar helpt. Een wereld waarin je gelooft in overvloed. Als iemand anders succesvol is, zegt dat niets over de kans hoe succesvol jij kunt worden. Dat is de grootste stierenpoep die er is. Afgunst en jaloezie en angst zijn de grootste rem op jouw eigen succes. En vandaar Dream Chasers Lab. En het is niet voor niks natuurlijk dat wij elkaar zijn tegengekomen. Ik vind dit zo gaaf. Ik weet niet of je al die berichten hieronder ziet en leest. Je ziet meteen. Iedereen zegt wat mooi. Samen doen ze een foundation. Natuurlijk Dream Chasers vrijheid. Een hele grote succes samen. Ik hoor je. Rita zegt eye-opening en heartwarming. Thanks for sharing this morning and all the beautiful emotions. It's therapeutic. Thank you, Aramika, Rihanna. Ah. Wat een euforie zegt. Wat mooi. En dit is wat ik probeer met aan te geven. Weet je, als jij van een haha, haha, hey. Toch was het? Even ik heb een hardhandelen. Hardhandelen, ja. Haha, hey. In plaats van hey, haha, ga doen. Dan kom je vanzelf in een hogere frequentie, kom je in liefde, kom je in licht, dan is er geen plaats voor angst en bedrukking of beperking. En daar geloof ik echt heilig in. Dat is echt wat ik heilig in geloof. En ik denk dat we daarin, laat ik over de obligation, want ik voel me altijd goddelijk door God gestuurd, whatever. Het is onze grote verplichting om andere mensen het licht te gaan brengen. We zijn lichtbrengers en het is de hoogste tijd om al die prachtig mooie mensen mee te nemen on the way. En daarom hou ik zoveel van je. Omdat je niet alleen maar praat, niet alleen maar schrijft, niet alleen maar zen, maar je geeft ook het juiste voorbeeld. Daarom klikt dit. Daarom heb ik zo'n relatie met jou. En dat is ook echt wat ik alle andere mensen altijd adviseer van, kijk niet naar wat iemand zegt. Kijk niet naar wat iemand doet. Kijk niet naar wat iemand pretendeert of wat dan ook. Kijk vooral naar de resultaten die gecreëerd worden. Ga vooral kijken wat diegene laat. Ga vooral kijken wanneer die niet aanwezig. Ga vooral kijken dus op welke creatieniveau zij zitten. En jij bent daarin machtig creatief. Dus dat is echt het genoeg is. Again, het is zo fijn om dit met je te doen. Ik ben blij dat we commitment hebben aangesproken om iedere dinsdag dit verhaal samen te gaan delen. Wat er van tevoren is niet voorbespreken, dames en heren. Just that you know. We gaan er gewoon volop in. Check alleen met elkaar van hoe zullen we het aanvliegen. That's it. Dit ontstaat echt op een energetisch niveau eerst. Dat staat eerst op een H-niveau, daarna op een H van handelniveau. Dan wordt het een hey. En ja, je ziet het. Je ziet de magic gewoon. Ik vind dit zo vet. Hey Aramiek, mag ik jou nog één vraag stellen? Ja, laatste vraag. Jij had het net, over dat het zo belangrijk is om te doen vanuit je en te handelen vanuit je hart. En de resultaten die je daarmee boekt. Wat is een hele belangrijke erin, is nee zeggen. Wanneer heb jij voor het laatst zakelijk tegen iets nee gezegd? Vanochtend, 4 keer. En kun je daar iets zonder, maar kun je daar iets over zeggen? Zeker. Ik word heel vaak uitgenodigd om trainingen te geven, om te spreken, om dingen te doen of om voorwoorden te gaan schrijven of wat dan ook. Ik zeg 99 keer nee, 1 keer ja. Dat is mijn regel. En waar baseer jij de nee of de ja op? Meestal, en nu ga ik een geheim vertellen aan iedereen. Meestal baseer ik het nergens op, dan turf ik het af, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik kijk altijd wat is de intentie van de persoon erachter. Is het echt? Ik check altijd, is het good for the world? Weet je, ik check altijd op wereldniveau, is het goed voor de wereld? Op lokaal niveau, is het goed voor Nederland? Is het goed voor, zeg maar, mijn community? Is het goed voor mij? Dan is het altijd een ja. Op al die levels, als er een nee of misschien is, dan zeg ik nee. En meestal is dat op een wereldniveau, meeste voorstellen die mij worden gedaan op wereldniveau, is het altijd een nee. Dus dan kom ik niet eens bij mij terecht. Dan hoef ik niet eens bij mij te checken. Als ik denk, dit is niet goed voor de wereld, die gast wil gewoon ego, die wil mijn naam. Niet omdat ik, zo bedoel ik het niet, maar als het vanuit ego is uitgestuurd, als het vanuit hebben is uitgestuurd, halen. Ik heb een mega, mega achtste zintuig voor dat soort dingen. Van 10 kilometer ruik ik mensen die komen halen.
Ja, dat is. Dus dat ondernemen vind ik is niet heel vaak ja zeggen. Het is juist heel veel nee zeggen. Nee, ik wil niet met jou. Nee, ik kan niet. Nee, ik wil dat niet. Nee, agenda, weet je? Maar het moment dat, ik bedoel, bij jou, obviously, dat was een, op alle levels was een hele grote ja. Dus snap je? Dan weet ik het ook. Op alle niveaus, als het ja is, dan ga ik er doorheen. Ik heb niet eens gecheckt of dingen konden in mijn agenda. Voordat ik ja zei tegen wat dan ook, wat we hebben besproken, snap je? Want dan is het ook volle ja. Ik hou van volle ja's en ik hou van volle nee's. Maar ik geloof er ook heel erg in, want wat wij nu doen is ook nooit ontstaan vanuit een vraag van jou of mij. Dat was gewoon spontaan. Van, moeten wij anders niet een keer... Letterlijk, Rianne, het staat letterlijk. Maar je vindt een klik met iemand zoals Rianne ook heel belangrijk. Yes, de klik, absolutely. Het feit dat ze thuis al een grote fan van je zijn. Chantal heeft nog nooit, nog nooit, een podcast van mij gedeeld via Instagram. En wat zie ik verdorie op haar stories? Zit ze jouw podcast? Ik denk, Jesus man, 12.000 downloads. Fucking over de 100 podcasts. En ik krijg dat niet. God, wat pillig is. En ja hoor, ze is een enorme fan van jou. Weet ik wel wat dan. Denk ik, ja, nou, lekker dan, you know? Seriously. Ja, maar goed, weet je, ik heb natuurlijk ook al, ondanks dat ik Chantal nog niet ken, maar zit daar ook een klik in wat zij doet en in wat, snap je, ook dat is resultaat. Het is gebrek aan ego bij jou die je zo aantrekkelijk maakt. Het is gebrek aan, het is echt zoveel waardevolle volume aan waarde en liefde en hand, weet je, het is, daarom zeg ik, het is een enorm compliment als Chantal dingen van jou, van iemand deelt, Jesus Christ. Voor mij is dat een giga kompas wat dat betreft. En als iemand fan van je is bij mij thuis, dan weet je, ze is aan het lachen. You know, dat is voor mij altijd... En dat zou mijn tip zijn wellicht voor andere mensen. Ik weet hoe je dat met Walter doet. Is check altijd met je inner circle. Ik check het meestal met mijn inner circle. Als in klanten, past iemand bij ons, weet je, kunnen we die checken. Maar check ook altijd met je inner circle. Zeker met je partner, zeker met de kinderen. Zeker met diegene waar je van houdt. Check altijd, is dit een meerwaarde? Check altijd, ga niet... Ik bedoel, dat is echt een van mijn... Ach man, ik heb zo'n mazzel met Chantal. Want ik zie heel veel dingen heel vaak gewoon niet goed. En wat waar ik op vertrouw is, hey, lieverd, vertel. Zie ik dit goed? Is dit zoals ik het zie? Dan is het meestal ja en soms nee, doe dat maar niet. En dan is beslissing aan mij. Meestal maak ik de verkeerde beslissing. Dat weet je ook. Dan ga ik alsnog met mijn neus tegen het deksel. Maar dat vind ik ook belangrijk. Er is ook, we zijn niet in ons eentje op deze wereld. We hebben gekozen voor een bepaalde omgeving, partnerschap. Ik heb bijvoorbeeld één keer in de 2-3 weken heb ik mijn advisory board. Weet je klote dat is om daar te zitten. Die zijn eigenlijk, die opdracht van hun is, geef vooral feedback wat er niet goed gaat in mijn business. Nou, daar zit ik dan met mijn goed gedrag hoor. Ik bedoel, you know, maar dat is wat ik vind dus essentieel in groei van ons als ondernemer, groei van ons als mens, maar groei van ons als examples, voorbeelden voor onze kinderen. In deze tijd is het nog 10.000 keer belangrijker om onze kindje af te vragen wat voor ouders we zijn. Wat voor voorbeelden aan onze kinderen een volgende generaties gaan geven. In hetgene wat we aan het doen zijn. In de ha-ha-ha-hey. Zijn we echt vanuit het hart aan het handelen? Zijn we echt aan het handelen? En zijn we echt het resultaat aan het creëren dat we willen dat onze kinderen dat voorbeeld gaan overnemen? Ik denk dat die essentie al bij voorbaat een hele mooie bewustwordingvraag is. En als je bij een van die vragen nee hebt gezet, dan moet je stoppen met hetgeen wat je aan het doen bent. Denk ik. Amen. Halleluja. Halleluja. Volgens mij wordt het nu tijd, ik ga hem gewoon erin knallen, want we kunnen hier uurlang over praten. Even lekker muziekje, want je gaat de winnaars bekendmaken volgens mij, lieve schat. Want we hebben nog 8 minuten. De influencer van de week. Nou, dat ben jij. We hebben nog 8 minuten om naar Clubhuis te gaan. Dus wil je, alsjeblieft. Ik heb het nog steeds niet zo'n tromgeroffel. Die moet ik even erin regelen. Wil je alsjeblieft? Want er zijn heel veel mensen die aan het wachten zijn. Er zijn mensen die mij aan het appen zijn geweest, manipuleren, chanteren. Wanneer ga je dat doen? Ik zeg, dinsdag jongens, dinsdag. Dus lieve schat, pak het podium. Vertel, wie zijn de winnaars? Wat hebben ze gewonnen? Maak ze gek. Ik heb wel trouwens iets heel erg verkeerd gedaan, want ik heb helemaal niets. Ik had me ook onkoopbaar moeten stellen. Luister, je hebt gezien wat ik gekregen heb. Ik heb watermeloens gekregen. Ik heb chocola gekregen. Ik heb champagne gekregen. Ik bedoel, weet je? Nou, iedereen die mij champagne wil sturen, chocola lust ik niet, watermeloen wel. Maar iedereen die mij champagne wil sturen, feel free. Nee, dat is natuurlijk een grapje. Maar waar beginnen we mee? Voor de volgende keer, wacht even, dan wil ik wel weten. Hoe kunnen we jou omkopen dan, mocht ik je ooit moeten omkopen?
Ruïnaar champagne. Ruïnaar champagne. Oké, okay, iemand, ik schrijf hem even op. Dit is echt mijn liquid spirit, zeg okay, maar. Maar dat drink ik maar heel liquid, weinig, want het zijn pleasure. Vrij prijzige flessen. Maar oh, dat is... Je bent het waard, lieve schat. Je bent het waard. Ga je gang. Waar gaan we weer beginnen? Met de training? Fly, baby. Nou, weet je, ik wil echt zeggen dat ik... De energie van de mensen die dit gaan winnen, vind ik zo te gek. Want ik ga niet zomaar mijn mega waardevolle flight training weggeven. Dat doe ik alleen bij de mensen waarvan ik voel dat het ook de mensen zijn die mijn mededromenjagers zijn. Met wie ik ook weer ga groeien. Die ambassadeurs gaan worden van die flight training. Die daarover gaan delen. Die hun groei, die alles wat de flight training hun geeft... gaat delen. En de Fly Training is de training, de real deal, voor iedereen die nou eens achter wil komen wat zijn zakelijke droom is en hoe je de stappen gaat zetten om die waar te maken. En het allerbelangrijkste ingrediënt is dat je een verschil hebt tussen je bewustzijn en je onderbewustzijn. Als jij in je bewustzijn heel succesvol wil worden, heel veel geld verdienen, maar in je onderbewustzijn zit een slechte money mindset, gaat dat niet lukken. En wij gaan de diepte in, maar wel vanuit fun. Dus... De eerste die mijn flight training gewonnen heeft, is Suzanne van de Kooi. Ik weet eigenlijk niet of ze hier is. Suzanne, was je hier? Want volgens mij zag ik haar nou niet van nog jou hoor. Suzanne zag ik hier, zei Energy. Volgens mij zag ik haar net voorbij komen. Dus Suzanne, ja. Van harte gefeliciteerd. Wat gaaf. Van harte gefeliciteerd. Goed zo. Ja, superleuk. Ik werd ook heel erg enthousiast van je DM, Suzanne, en hoe jij reageerde. Dus volgens mij gaan we hier met z'n allen waanzinnig succesvol maken. Super. Maar goed, nog twee te gaan, want ik geef er drie weg, nogal liefst. De tweede is, en volgens mij zag ik haar, ik ken haar als Inge Curls, maar volgens mij is zij, ik schreef het net op, Ingeborg Hagenaar. Ja, die is er volgens mij, ik zag het. Jullie hebben een energie die enorm waardeert, volgens mij. Toch, Ingeborg? Volgens mij. Nou, want ik zag zo die krullen ook op die foto. Ik denk, dat moet Inge Curls zijn, want ik ken haar natuurlijk vanaf Insta. En dan heten mensen natuurlijk altijd een beetje anders. Suzanne zegt, wow, en Ingeborg is er hoor. Ja hoor, gefeliciteerd, zegt ze. Yeah, thanks, zegt Suzanne. Volgens mij is het Ingeborg, yes. Dus nou, laat het wel even weten. Yes. Laat weten, Ingeborg. En de derde. Ingeborg zegt, echt? Ja, echt, Ingeborg. Echt. We gaan samen vliegen. We gaan samen de gekke dingen doen. Jij krijgt toegang tot de fly training. En ik ga openstaan voor alle ideeën die jij misschien hebt over samenwerking. Over samen dingen doen. Misschien wel met Aramiek. Gewoon met elkaar groeien en badass successen halen. Yes. Yes, yes, yes. Dus van harte gefeliciteerd alvast Suzanne en Ingeborg. Yeah. En natuurlijk, save the best for the last. Something like that. Ik ben bevooroordeeld. Dus kom maar op. Ja, dat is Chantal. Dat is mijn Chantal. Dat is degene die mij waarmee ik opsta met inspiratie. En waarmee ik aan het eind van de avond weer naar bed ga om met een goed gevoel te gaan slapen. En holy crap Chantal, ik vind het een eer dat jij bereid bent om, ik weet dat je knijterdruk bent, maar dat jij gewoon hier lekker in die Dream Chasers Tribe ook wil. En dat we samen fantastische dingen gaan doen. Ik weet niet, hier, en dat geldt voor jullie alle drie, Nederland, Ibiza, we gaan het zien. Weet je wel, het is hoe we met elkaar gaan ontwikkelen, hoe jullie de flight training oppakken, wat voor waardes je eruit haalt, wat voor ideeën je eruit haalt. En wat voor eventuele samenwerkingen, initiatieven daar weer uit ontstaan. Wauw, wat gaaf, wat vet. Dames Ingeborg, Suzanne en Chantal, van harte gefeliciteerd. Wat geweldig, wat gaaf. Ik gun het jullie echt. Heerlijke trainingen van geweldige Rianne. Dit is echt ongelooflijk. Als je ziet wat voor testimonials voorbij komen, wat mensen allemaal erover zeggen. Als je haar al voelt, ik bedoel, ja guys, ik bedoel, dit is echt zo vet. Dit is echt ontzettend, ontzettend gaaf. Yes. Fantastisch. Ja, Chantal zegt, ik ben dankbaar en blij. Yes, gefeliciteerd. Ah. Ja? Ik vind het ook even tof, want Helen van Dijk, die zegt, gefeliciteerd ladies. Ik ga zo aan op mensen die elkaar dit gunnen. En die meteen de eerste zijn om tegen de ander te zeggen, gefeliciteerd. Fantastisch. Daar,
Gunning en support. Yeah, super tof. Oh, wat geweldig. Gefeliciteerd iedereen. Gefeliciteerd Ingeborg, Suzanne en Chantal. Geweldig. Moet ze contact met je opnemen? Ga jij ze verlappen? Hoe gaat dat? Ik zal ze even een DM'tje sturen. Gaan we even bellen en dan zorg ik dat ze toegang krijgen. En dan, nou ja, dan hebben we in ieder geval even contact. Ah, fantastisch. Te gek. Yeah. Dames, gefeliciteerd. Yeah. Param. 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 En yes, en ik had ook een prijs, namelijk... Rianne, check. Doe maar, laat maar zien. Ja, ik ga deze nog weggeven, hè? Ja, die ga je ook, dat zeg ik. Voordat ik het ga zeggen, wilde ik jou aankondigen van... En hier komt een prachtig boek. En Ingeborg zegt, ik doe echt een dansje nu. Nou, ik geloof er niks van. Ik wil een video van zien. Ingeborg, kom op. Maak een video van, zet het op Instagram. Zet het hieronder, ik vind het leuk om te zien. Yes. Yeah, fantastisch, gefeliciteerd. En nu komt het. Het boek van Rianne. Let op, wie is de gelukkige winnaar? Dames en heren. Oh, het is zo'n tofboek. Ik wou dat ik hem niet kon laten zien, maar hij is ontvoerd door mijn geweldige vriend Raymond. Die is dag en nacht dat boek aan het lezen, dus ik kan hem niet laten zien. Ga je gang. Wie heeft het gewonnen? Dit is een super tof boek. Het is het Dromenjagers handboek. Staat vol met mijn persoonlijke verhalen, het Dromenjagers stappenplan en opdrachten. En het is eigenlijk ook een koffietableboek. Het is groot, het is dik, het is fantastisch. Ik durf dat te zeggen. Ga naar bol.com en je ziet de reviews. Het is een prachtige glossy, liever. Dat is geen boek. Dat is gewoon het is instrument, een instituut. Holy peep. Het is echt prachtig. Absoluut, absoluut. En die wil ik aan mijn naamgenoot cadeau. Ah, je bedoelt Aramiek. Wie is je naamgenoot dan? Rianneke. Yeah. Mijn echte naam is namelijk ook Rianneke. Ah, that's interesting. Nou, Rianneke, ik zeg van harte gefeliciteerd. Wat geweldig. Yes. Amazing, amazing, amazing. Gefeliciteerd. Dames, Rianneke, Suzanne, Chantal, Ingeborg. Fantastisch, gefeliciteerd. Dank jou wel, Rianne, voor het weggeven van zulke gave cadeaus. Van alles wat je aan het doen bent. Het is ongelooflijk wat voor impact invloed je op dit moment aan het creëren bent. En ik wens je echt 10.000 keren factoren. Nog meer invloeden, nog meer samenwerking. Natuurlijk met mij uiteraard. Maar ook echt wat je aan het doen bent. Je bent echt, you create a better world. Much better world dan we ooit hebben gehad. Dus dank je wel. Dank je wel voor jouw leiderschap. Dank je wel dat je dit prachtig mooie voorbeeld wil zijn en aan het doen bent. Nou, super graag gedaan. En iedereen is welkom bij mij in de Dream Chasers Tribe. Yes. Fantastisch. Het is bijna 11 uur. Ik heb nog mijn prijs te gaan, dus ik zit even te kijken. Wow, thank you so much, Janne. Want we gaan ook een kaart trekken, maar ik laat jou je kaart vanaf daar vandaan trekken. Ik weet niet of jullie mijn prijs wisten. De dag en nacht is er heel veel gedaan. Dag en nacht is er heel veel gedeeld. Ik had maar één prijs. De prijs was een 1-op-1 hot seat live met mij hierbij. Ik heb meer dan 200-300 mensen die daar hebben zitten, daar hebben ze het proberen te doen. Ik hoop dat diegene, want die was namelijk vanochtend, was ze hier live. Wat er gaat gebeuren, mijn prijs was, ik ga je een 1-op-1 coaching geven ter waarde van €4.000 live. Normaal gesproken betalen dat mensen om een uur met mij te gaan zitten, al hun business, al hun problemen op de tafel te gooien, een hot seat bij mij, en dat is wat ik live ga doen. Het mag online zoals wat Rianne doet, het mag ook hier op kantoor, maar we gaan het live uitzenden. Dus diegene die dat gewonnen heeft, ter waarde van €3.997, even kijken of ze er is. Even het muziekje aanzetten. Want ze heeft echt geen idee dat ze het gewonnen heeft. Maar dat is namelijk, even kijken, om het even goed te doen. Ja, dit is Rita. Rita, ben je online? Want ik zag net dat je online was. Rita, Michael, Michaelian, jij bent de winnaar van €4.000. Jij en ik gaan live en opeen jouw business, jouw charity. Want ze heeft een mega stichting. Stichting voor de arme kinderen. Hoe noem je orphans? Hoe noem je de weeskinderen? In Armenië helpen ze met een enorme fundraising. Mega, mega groot werk in Amsterdam aan het doen. Dus Rita, lieve Rita, als je online bent, check it out bij deze. Jij bent de winnaar van €3.997 hot seat die we live gaan doen. De tijd en planning gaan we allemaal aanzetten, maar ik ga er alles aan doen in de hot seat om jouw stichting, om je business naar een volgende level te gaan helpen en ervoor zorgen dat je echt nog meer kinderen gaat helpen, want we kunnen niet genoeg doen voor onze future generation. We kunnen niet genoeg doen voor alle andere prachtig mooie kinderen die op deze wereld zijn gezet. Ze horen allemaal ons toe. Let's heal the world, en dat begint met kinderen. Dat begint al om daar zorg te dragen. Ik ben zeer enthousiast over de stichting, wat je allemaal aan het doen bent. Dus bij deze, van harte gefeliciteerd, lieve Rita. Ik neem contact met je op. Ze was net online, dus ik weet niet meer of ze er is.
Dus dames en heren, dit was er voor vandaag volgens mij. Want we gaan naar ons vaste ritueel. Rihanna, is er iets anders wat je wil zeggen trouwens? Want voordat we naar onze geweldige live room gaan op Clubhouse. Nou, we zijn al laat, dus weet je, neem gewoon lekker je tijd. Hoe vind je dit? Nou ja, kom lekker naar Clubhouse, want wij gaan nog even door. Oh ja, Rita is er wel online. Oké, okay, Rita, bij deze. Je bent wel online. Geweldig, van harte gefeliciteerd. En yes, we gaan dus zometeen naar Clubhouse. Om 11 uur, nou ja, inmiddels waarschijnlijk 10 over 11. Waar gaan we het over hebben? Lieve Rianne, waar gaan we het over hebben straks? Nou ja, het thema eigenlijk voor vandaag was je eerste succes behalen. Daar zijn we niet echt door allerlei... Dat is altijd leuk. Dit is dus misschien kunnen we een tweede poging gaan doen. Is dat een idee? Ja, weet je, ik noem het altijd de aftertalk. Ik vind het altijd leuk om daar nog gewoon lekker verder gaan mesmerizen. Verder gaan filosoferen, verder gaan delen. Want weet je, jullie hebben het gezien. Jullie hebben energie gevoeld. Hier hoef je helemaal niks aan te doen. Dit komt gewoon. Dit stroomt. Dus ik nodig iedereen uit om straks over, 3 minuten gaan we Clubhouse zien. We gaan nog een itemje erbij doen. Maar daarna zijn we op Clubhouse te vinden. En by the way, we gaan iedere dinsdag, is dit wat we gaan doen, dames en heren. Ik en Rianne, exclusief voor jullie, van 10 tot 11, je ziet het al, gaan we het hebben over zakelijk succes vanuit het hart. Het is me zo'n waar genoeg om dit met je te doen, lieve Rianne. Dit is zo vet om dit. Ja, je voelt het, je ziet aan de reacties. Ik hoef daar niks aan toe. Dus jou wil ik alvast bedanken. Jou wil ik alvast de eer te gaan geven. Want we gaan naar de volgende item. Daar komt hij aan. Pak hem erbij. Blessing of the day. Blessing of the day, lieve Rianne. Je mag hem voor de tweede keer gaan trekken. Nou ja, ik had dus net uit de stapel getrokken. En wat jij zegt, toeval bestaat niet. Deze. Let's see. Ik kan hem. Kun jij het zien? Ik kan hem. Wacht even, ik zet even de juiste ding erop. Quiet the mind and the soul will speak. Ik bedoel, nou, als één ding is dat we vandaag continu hebben gesproken. Als er één ding is dat we vandaag hebben gesproken. Laten we nog een keertje zien, Rianne. Wat een prachtige kaart. Iets hoger. Quiet the mind and the soul will speak. Magic, magic, magic. Hey, dankjewel Rianne. Dankjewel voor het trekken van deze kaart. Mochten jullie meer informatie hierover willen hebben, check kaartendek van Chantal. Volg Chantal. Chantal Meester op LinkedIn. Check www.mixmediafan.nl voor haar special deal. Lieve Rianne, super, super thanks. Wat een mooie kaart hebben getrokken tot 2 keer. Wat was dit fantastisch. Ik zie zo meteen in Clubhouse. Aan jou de eer om een laatste afsluitende woord te gaan geven. Terwijl ik Rita hier allerlei berichten zie. Ja, my phone acts weird. My heart is pounding. Ingeborgen zeg. Gefeliciteerd. Thank you so much. Kippenvel. Nou, Rianne, take it away. Ga de afsluiting doen voordat ik de outro doe. Ga je gang. Nou, alsjeblieft jongens, kom naar Clubhouse. Want wij vinden het leuk, juist zo tof om te verbinden. Om met jullie in gesprek te gaan. Jullie vragen, noem maar op. Want we hebben net gezegd, thema is je eerste succes behalen. Maar kom vooral door naar Clubhouse. En stel daar je vragen. Want wij zitten helemaal niet strikt vast aan per se dat thema. Nee. Dus heb je iets wat je op je hart ligt. Wat je aan Aramiek of mij wil vragen. Of wat je wil delen. Kom naar Clubhouse en we gaan met elkaar in gesprek. Yes, fantastisch, fantastisch. Ik ga voordat ik de outro doe niet vergeten. Morgenochtend om 11 uur. Van 11 tot 1 zit ik met Idelma. Idelma gaat alles vertellen over YouTube marketing. www.idelmadelmar.nl/YouTube webinar. Dit is een masterclass die zij ook weer voor mijn community doet. Exclusief. Dus wil je meer uit YouTube halen? Heb je zin in om 2 uur lang echt te leren van de allerbeste expert op het gebied van YouTube? Doe maar mee. Again, het is gratis. Iedereen mag meedoen. Speciaal voor onze community en exclusief. Dus be there. Ik zie jullie morgen om 10 uur. Natuurlijk eerst in de live uitzending. Natuurlijk eerst gaan we live gewoon knallen. Waarschijnlijk ga ik mijn inzichten delen van vandaag. Dus dankjewel Rianne. Het is echt fantastisch. Het is zo leuk om dit met je te mogen doen. Tot zometeen in de Clubhouse, dames en heren. Het was een waar genoegen. De outro komt eraan. Bedankt alle luisteraars. Bedankt alle kijkers. Het was ons een waar genoegen. See you later. Tot morgen 10 uur. En tot volgende week, Rianne. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mij in live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Tot straks op Clubhouse. Rianne, zie je zo. Doeg allemaal. See you later. Hoi, hoi.